Dit is SBS Dutch. Het Australian Centre for Diseases Preparedness, de ACDP, bereidt zich voor op de mogelijke komst van het H5N1-virus. De CSIRO heeft 3 verschillende uitbraken van vogelgriep in Australië vastgesteld, elk veroorzaakt door verschillende varianten, maar heeft nog geen enkel geval van H5N1 bevestigd. Het centrum, dat wereldwijd een cruciale rol speelt bij het monitoren en toezicht houden op de vogelgriep, heeft een bijeenkomst georganiseerd om uit te leggen wat vogelgriep is en wat ACDP doet om zich daarop voor te bereiden. Doordat de vogelgriep zich verspreidt over Australische boerderijen, is er een tekort aan eieren. Het ACDP is daarom volop aan het testen en doet onderzoek naar de vogelgriep. Het heeft de H5N1-variant ontdekt ten noorden en zuiden van ons land, maar nog niet in Australië zelf. Toch zegt Dr. Deborah Eagles dat de regering zich voorbereidt op de komst van het virus. So both globally in Australia, avian flu is having a significant impact. Globally, the most significant strain is a H5 virus. And it's more specifically known, this particular strain, by scientists as H5N1 2.3.4.4b. This has now impacted all continents except for Australia, and that does include Antarctica, and has caused deaths of poultry, wild birds, and a range of mammalian species. Both industry and government agencies in Australia across agriculture, health, and environment are all preparing for the potential introduction of H5N1 into Australia. Recente bevindingen geven aan dat er in Australië 3 uitbraken tegelijkertijd plaatsvinden. Elk veroorzaakt door verschillende virusvarianten. Dr. Eagles zegt dat in Victoria de zeer besmettelijke H7N3-stam van de vogelgriep is bevestigd, evenals andere varianten in andere delen van Australië. Australia has responded to an unprecedented 3 outbreaks of highly pathogenic avian influenza of other strains, and this is all since late May. So Australia has had avian influenza outbreaks in poultry previously, with 8 outbreaks of H7 highly pathogenic avian influenza since 1976, prior to this year's outbreaks. This year, ACDP has conducted 3,000 tests on 1,000 samples since the first detection of H7N3 near Meredith in Victoria in May, and subsequently in H7N9 in Terang in Victoria, H7N8 in New South Wales and ACT. And we've provided a central confirmation of highly pathogenic avian influenza on each of the infected properties in Victoria, New South Wales and ACT. Hoe kunnen wetenschappers nou precies het verschil zien tussen deze stammen en de afzonderlijke uitbraken? Het komt allemaal neer op genetische sequencing. Door het RNA van het virus te analyseren, kunnen onderzoekers unieke markers identificeren die de ene stam van de andere onderscheidt. Hierdoor kunnen ze de ontwikkeling van het virus volgen en begrijpen hoe het zich verspreidt. Het ACDP maakt daarbij gebruik van de modernste technologie om deze analyses uit te voeren en dat levert cruciale informatie op voor het bestrijden van de uitbraken. U hoort Dr. Frank Wong, senior onderzoeker bij het ACDP. So the key thing is avian influenza viruses are named according to the nature of the proteins on the virus surface. So that's how we refer to H5N1 strains or H7N3, H7N8, and so on. So the surface proteins on influenza viruses, they act very similarly to what we might be more familiar with. We've all heard about the spike protein on the COVID virus. So influenza viruses have similar proteins on their surfaces. De oorsprong van de huidige uitbraak van de vogelgriep ligt in 1996, toen een type influenza A, bekend als H5N1, opdook in Zuidoost-Azië. Australië is van oudsher beschermd tegen de zeer besmettelijke vogelgriep, omdat de ziekte wordt verspreid door migrerende eenden, ganzen en zwanen uit Azië. Vogels uit Azië die besmette trekvogels tegenkomen, kunnen het virus echter naar Australië overbrengen. So water birds in the wild, such as ducks and geese, are the natural host reservoir for all avian influenza viruses, where they mostly exist as low pathogenic
viruses causing no signs of disease. So when viruses, particularly of the H5 and H7 strains, occasionally get introduced from wild birds into large populations of farm chickens, highly pathogenic avian influenza may emerge due to virus mutation, leading to the devastating H7 outbreaks, for example, that we have recently seen in Victoria, New South Wales and the ACT. Het ACDP speelt wereldwijd een cruciale rol bij monitoring en surveillance. Als toonaangevend onderzoeksinstituut werkt het samen met internationale organisaties om informatie en inzichten over de vogelgriep te delen. Dr. Wong zegt dat deze samenwerking helpt de wereldwijde verspreiding van het virus te volgen en strategieën te ontwikkelen om de impact ervan te verkleinen. So this program undertakes active, what we call peacetime, avian influenza virus surveillance in wild birds samples collected in each Australian state and territory, meaning that this surveillance happens in the absence of any obvious signs of disease. And this is important because it allows us to gather the baseline data on viruses that we know within Australian wild birds. So hundreds of bird flu samples collected by this program are analyzed here at ACDP, allowing us to perform what we call genomic surveillance, which provides invaluable information on what virus strains are already in Australia, which highlights the importance of this type of active surveillance program. Effective avian influenza surveillance in wild birds can also provide important early warning of any new viruses that could be carried into Australia. Het werk van het ACDP beschermt niet alleen Australische boerderijen, maar draagt ook bij aan de wereldwijde inspanningen om de vogelgriep onder controle te krijgen. Dit verhaal werd gemaakt door Essam Al-Ghalib voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.